Maar wat er nu gebeurt, is dat alle advocaten, en daar gaat het me even om, niet meer vertrouwd worden in de EBI, terwijl er geen redenen zijn om dat te doen. We hebben natuurlijk een aantal weken geleden met Rengo gezegd, weet je, het wordt onwerkbaar. Daar bedoel ik dit mee. Het wordt op deze manier onwerkbaar. Wat dat betreft hebben we hier vandaag aan tafel toch wel de gure wind die door advocatenland waait, behoorlijk besproken.